Hallo, warme groeten uit Zuid-Soedan. Het team hier werkt wel heel erg hard om de mensen in nood te helpen. Net zoals we dat vorig jaar gedaan hebben. En als we eens even terugkijken naar vorig jaar, dan zien we dat we meer dan 210.000 mensen hebben kunnen helpen. We hebben onder andere een nutrition project. Een project dat zich richt op kinderen die ondervoed zijn of dreigen ondervoed te raken. In dit project hebben we vorig jaar meer dan 6200 kinderen geholpen. En daarnaast ook nog eens 3500 vrouwen. Zwangere vrouwen die we hebben begeleid tijdens hun zwangerschap en na een geboorte. Toegang tot schoon en veilig drinkwater is een hele grote uitdaging voor heel veel Zuid-Soedanezen. Vaak moet men kilometers ver lopen naar het dichtstbijzijnde waterpomp. Of is men zelfs afhankelijk van regenwater of de rivier die vaak niet al te schoon is. We zijn dan ook heel erg blij dat we vorig jaar meer dan 26.000 mensen toegang hebben kunnen geven tot schoon en veilig drinkwater in de buurt. Een ander voorbeeld dat ik wil noemen is het project gericht op het geven van vaktrainingen. En daarnaast ook de begeleiding bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Vorig jaar hebben deze activiteiten deels stilgelegen. Dit in verband met corona. Desalniettemin hebben we nog steeds 1500 mensen kunnen helpen door het geven van een vaktraining. De meeste mensen hier in Zuid-Soedan zijn heel erg arm. En honger ligt helaas voortdurend op de loer. We zijn dan ook heel erg dankbaar dat we vorig jaar meer dan 2500 gezinnen hebben kunnen helpen door enige vorm van voedselondersteuning. We hebben onder andere direct voedsel uitgedeeld. Geld waarmee mensen zelf vervolgens hun eigen eten kunnen kopen op de markt. Zaden en agrarische hulpmiddelen. En het geven van training over het verbouwen van je eigen voedsel. Op deze manier kunnen mensen hun eigen voedsel gaan verbouwen. En zijn ze in de toekomst niet langer afhankelijk van enige vorm van voedselondersteuning. En dan natuurlijk corona. Het uitdelen van handwasfaciliteiten. Zoals de emmer die hier achter mij staat. We zijn ook heel erg druk bezig geweest met het creëren van bewustwording. Hoe voorkom je dat je ziek wordt? Of dat je andere mensen in je omgeving besmet? Met deze bewustwordingsactiviteiten zijn zo'n 180.000 mensen bereikt. Dus hartelijk bedankt voor uw steun en support in welke vorm dan ook.